We zijn in Apkoude, ofwel het nieuwe gooi van Nederland. Waar veel bekende Nederlanders Amsterdam hebben vermeld voor dit pittoreske dorp. Een daarvan is Eva Hinek, waarvan het huis nog in aanbouw is, zoals je duidelijk kunt zien. Ze woont nu nog in een Duinvilla in Noordwijk, maar zal hopelijk voor de kerst het verruilen voor dit nieuwe paleisje. Een paleisje wat er anderhalf miljoen euro heeft gekost en waar ze een hypotheek op heeft gevestigd van 2 miljoen euro. Maar dan beschikt ze wel over negen kamers, waaronder zes slaapkamers. En twee badkamers. Dus het een prachtig huis zal het worden. Het wordt het nieuwe paleisje van Evelienek. En we zullen ook eens kijken hoe ziet zo'n paleisje er nou eigenlijk van binnen uit. Nou dat kunnen we ook mooi zien als we hier doorheen kunnen kijken. En dan zal dit de huiskamer worden van Evelienek. Schitterend om te zien. Het echt het geld waar. En hier gaat ze de kerstmaal voor haar gezin Voorbereiden in deze prachtige keuken. Kijk, nu is de achterkant nog een beetje rommelig, maar dat zal natuurlijk straks veranderen. En dan zit ze op een fantastisch terras aan de achterkant, zoals we zo meteen heel snel kunnen zien. Daar is die dan, hoe mooi is dat? En nog het mooiste is wel dat ze een onbelemmerd uitzicht heeft over deze prachtige weilanden. En daar zal ze zeker mee tot rust komen met deze aanblik. Hoe mooi woont ze?